Na de mislukte poging van het rappen van de kamlet ga ik iets makkelijker doen. Hier, kijk, ik heb hier stukken van de zero gehaald. Dat is zo de zijkant. En dat is eigenlijk heel de tank die ik eraf gehaald heb. Het is eigenlijk heel gemakkelijk om los te maken. Dus je hebt hier van voor. En dan al die stukken op zich, als je kijkt van binnen zitten al die stukken ook aan elkaar geschroefd. Kijk, hier zie je allemaal schroeven. Om dat stukje eraf te halen. Dat stuk heb ik er bij de, aan de ene kant nu al afgenomen. Dat zit ook hier allemaal met schroeven vast. En dan lopen daar allemaal schroeven om heel dit los te maken. Ik heb al gekeken, die logo dingen hier. Aan de achterkant is dat blank, dus dat is daar gewoon op geplakt. Die kan ik eraf proberen krijgen, maar ik ga er gewoon over reppen. Want ja, als ik ze eraf krijg, heb ik nog altijd in een put waar dat in zit. Ik ga hier ook weer een accent op doen. Maar een accent dat overeenkomt met het accent dat op de nieuwe zero's zit. Ik moet even opzoeken hoe dat eruit ziet. Maar ik ga eerst eens de dien rappen. Ik ga een haardroger gebruiken deze keer in plaats van dat hete luchtpistool. Dat is waar ik geraakt ben. Kijk, er zitten nog wat belletjes in. Maar vooral, waar was het? Daar. Daar krijg ik het voorlopig niet goed. En kijk, ik denk dat ik daar misschien ook nog wat te veel krunkels heb. Maar ik ben aan het overschakelen van mijn haardroger naar mijn hete luchtpistool. En dan gaat dat hopelijk beter gaan daar. Ik heb een deel van de tank mat zwart gerept van de zero. Eigenlijk, ik heb heel dat ding verwijderd. Ja, de bedoeling was oorspronkelijk van meer dan al. Uiteindelijk heb ik alleen maar dit hier gedaan. Hè. En eigenlijk, dat is één paneel. En ik heb dat paneel zelf niet volledig gedaan, zoals je kunt zien daaronder. Daar is nog een rode lijn. Maar zo, dat stuk kan los, dat stuk kan los, dat stuk en dat stuk. Dat zijn allemaal aparte delen. En de tank kun je in zijn heel losmaken, eigenlijk heel gemakkelijk. Daar zitten twee boutjes. Ik heb ze er al uitgehaald in nu, maar daar zit eentje, daar zit eentje. En dan hier, als je de klep open doet, zit hier en daar ook een boutje. En dan moet je blijkbaar ook, ze noemen dat in de handleiding, de haaitand. Van de haaitand moet je ook het onderste boutje, dit hier, ook losmaken. Het bovenste niet, dat houdt enkel die stukken plastic samen, maar het onderste bout wel in uw frame vast, dus dan moet je wel losmaken aan alle twee kanten. En dan kun je eigenlijk heel die tank opheffen. Dan heb je op de motor alleen nog maar zo dat emmerken eigenlijk. En dan dit hier. Als je hem er terug op zet, opletten dat je geen draden knelt natuurlijk. En dan hier zit een taps. En dan op dat plastic ook, daar zit ook een tap. Dat eigenlijk rond die buis past, hier ook ergens. Zo ziet het iets beter. Dus je hebt hier een tap. Daar een tap, die past rond die buis. En dan hier is een tap en hier zit ook iets wat daar juist over past. Dus ja, zoals je kunt zien heb ik het nooit volledig kunnen rappen. Ik was eigenlijk met dat stuk begonnen, dus ik had dat stuk eraf gehaald. Dus ik had dat helemaal gerapt. Dat logo is daar blijkbaar op gelijmd. Dus dat kon ik ofwel eraf snijden ofwel laten zitten. Ik heb het laten zitten. Maar dat zit ook zo verzonken, zoals je hier redelijk kunt zien. En dat toonde gewoon niet schoon onder de rap. Plus al de bochten van dat stuk. Ik denk dat dat het moeilijkste stuk is om te rappen. En het heeft mij veel tijd gekost. Zo vooral die bocht hier, dat stukje. Heeft mij redelijk wat tijd gekost, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Alleen was ik niet content van hoe dat logo nog altijd zichtbaar was. Dus ik heb het er dan weer afgehaald en ik heb dan maar, als ik dit stuk aan het rappen was, heb ik dan maar rekening gehouden met het feit dat dat rood ging blijven. Dus heb ik uiteindelijk in dat stuk van onder ook een naad gestoken. Het was ook een soort van oefening, hè, omdat ik met die kamlet begonnen was. Dat zijn veel moeilijkere vormen om te rappen. Die kamletten zijn veel meer vlakken. Dus dat is een uitdaging hier, maar het is wel een oefening voor zo de randjes overal te doen. En dan die snijtape. Aan de ene kant heb ik het met die snijtape gedaan.
Aan de andere kant heb ik het met een breekmes gewoon afgesneden. Dat ging ook goed, maar ik vermoed wel dat ik daarmee in de lak van de tank ook wel gesneden heb ze. Ah ja, en dit stuk heb ik uiteindelijk hier zitten naad. Kijk, ik heb dit stuk uiteindelijk zelf in twee stukken gedaan. Om het allemaal iets gemakkelijker te maken. Maar kijk, like, ja, dat is nu vuil omdat ik hier bezig ben. Hier, dat zit dan hier achter de naad. En hier zit ook een naad in, maar dat zit er allemaal achter. En als ze hier de tank gaan installeren, de extra lader gaan installeren, gaan ze ook heel dat er moeten afhalen. En dan gaan ze die emmer die je zag zitten daar juist, die gaan ze eruit halen. En in plaats van die emmer komt dan die extra lader. En dan gaan ze ook die stekker vervangen door een met een extra draad naar die andere lader op de derde fase. Nog een snelle tip, als je dat zadel eraf neemt, dat is er met dat ene boutje daar, als de buit een beetje stroef erin of eruit gaat, gewoon hier wat gewicht op het zadel zetten en dan lijnt dat beter uit en dan gaat dat er veel vlotter in.